ja, jullie vragen je af, wie zit er nu toch in deze ruime stoel? Inderdaad, de ambassadeur voor het kind dat minder makkelijk leest. En ik moet je maar direct vertellen dat ik als kind heel moeilijk kon lezen. Ik ben namelijk dyslectisch. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ja, je kopje is in orde, maar het is gewoon een beetje lastig daarboven. En ik heb voor jullie een tip. Ben jij nou dat kind dat zegt ik wil wel lezen, maar ik vind het lastig? Dan moet je op de computer gaan naar Passend Lezen. Het is van de Openbare Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek moet ik zeggen. En daar zijn duizenden kinderboeken. En die worden dan gewoon via je oor je kopie ingestuurd. Dat kost je geen moeite. Je krijgt weer plezier in lezen. En als het je lukt, lees je er gewoon met je ogen een beetje bij. Maar dat zo op je oren is heerlijk. Je gaat dus gewoon naar een boek luisteren. Het allerbelangrijkste is dat wij met elkaar veel lezen. Je wordt er namelijk een slim en leuk kind van. Nou ja, dat was het eigenlijk. De groet, hè? Oh ja, mijn naam is François. Onthouden. Passend lezen.